Barra, je hebt meegewerkt voor de tweede keer aan een luisterspel. Een hoorspel. Een heerlijk hoorspel. Een heerlijk hoorspel. Ja. Het verschijnt deze week. Het is een sprookje van Hans Christian Andersen. Ja, De Wilde Zwanen. Vertel eens wie. Ja, het is zoals je zegt, de tweede. En het geluidshuis, die hebben dat georganiseerd. Die hebben een hele trits acteurs uitgenodigd. En eigenlijk een hele moderne, leukere, volwassen, maar het is wel voor kinderen natuurlijk. Het is heel leuk om in de auto te beluisteren. Hoorspel van gemaakt. Waarover gaat De Wilde Zwanen? Ja, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Maar er was eens. De kwartier. het is een sprookje met heel veel figuren, maar het is natuurlijk weer met een koning en vooral een boze koningin die een meisje muilkorft, zodat de liefde niet kan ontstaan, maar uiteindelijk komt toch alles goed met toverkunst. En het is een leuk sprookje, net zoals dit eigenlijk, voor de keizer in het keuken. De Nachtegaal was ook een plezant sprookje. Het rare is wel dat Hans Christian Andersen zelf een heel triestige mens was eigenlijk. Want die heeft een biografie geschreven. Nooit tevreden, nooit verliefd, nooit gelukkig. En toch maakt hij zo plezante sprookjes. Raar, hè? En welke rol speel jij in Wilde Zwanen? Ja, het is echt een rol. Ik ben mezelf en ik ben de verteller. Er moet altijd iemand neutraal blijven en een beetje afstand en het verhaal begrijpelijk vertellen. Want het is wel, dat is zo, het is een ingewikkeld verhaal. Die sprookjes, je hebt heel eenvoudige sprookjes en van een glazen kat en een bedelaar en wat weet ik. Maar dit is ingewikkelder. Maar wel heel, heel grappig gemaakt.